Goedemorgen en welkom bij mijn allereerste weekvlog. Het is vandaag maandag. En wij zijn in het Pulitzer Hotel samen met Noor. En we gaan vandaag shooten. En waarvoor gaan we shooten, Noor? Wil jij dat gaan vertellen? Ja, Monica en ik hebben een geheim. Hadden een geheim. Tot nu. En vanaf vandaag mogen we ons geheim vertellen. En we zijn in het Pulitzer Hotel, want we gaan hier shooten. Voor onze eerste eigen, echte ontworpen pyjama collectie. Woehoe! Die vanaf nu te koop is. Yes, I love it. Ik ga het even. Dus we gaan even een tour geven van alle spullen die we ontworpen hebben. En ja, dus zo excited dat ik het eindelijk kan vertellen. Het is zo leuk. We hebben twee super zachte huispakken. Er zit een klein ribje in lichtroze en lichtgrijs. Ze zijn allebei heel erg leuk. En de pasvorm gaan jullie straks ook zien, die is echt perfect. Dit is de bovenkantjes ervan. Ideaal voor reizen of gewoon voor lekker in huis of anything. En we hebben een sterretjespak. Die kan je eigenlijk, dat is niet echt een pyjama, want deze kan je ook gewoon op een spijkerbroek aan. Ja, dat vind ik dus ook heel leuk, ja. Ja, ik ook. Dat ga ik ook wel doen. En dat pak, die broek kan je natuurlijk ook gewoon met zo'n trui bijvoorbeeld als deze aan. Dat is eigenlijk wel leuk trouwens. Dus zo. Stelletje kan je zien. Love it, yes. Heel leuk. Even kijken. En dan hebben we nog twee oversized pyjama shirts. Hier zijn we best wel lang mee bezig geweest met het ontwerp. Want we wilden echt iets leuks nieuws maken. Want die planeetjes allebei heel erg leuk. En zo staan onze logo's erin. En de kleur is echt heel cute van deze, vind ik. Ja, die is zo mooi. Echt ook bij bruin en blond haar heel mooi. En deze. Dit is gewoon echt een soort van Forever. Dit kan je is echt. Zo dit zacht. Is ja. Echt zijn, heerlijk. Alle pyjama's zijn in dezelfde fabriek als Victoria's Secret gemaakt. Dus dat is wel ook heel cool. Dus ja. En? I'm very excited. En dan het allerleukste: de must-have. Dit is zo zacht. Ik wou echt dat jullie het konden. Ja, dit is echt heerlijk. Dit is zo lekker. Echt, ik gebruik dit niet eens, maar ik ga het denk ik gewoon vanaf nu gebruiken. Oh, ja, ik gebruik dit wel. Ik vind dit echt. Bibi gebruikt dit toch ook? Ja. Ik vind love het echt it. Heerlijk. Ja, I love it. Joehoe! En dit is de kamer. Het ziet er zo leuk uit. Het is helemaal versierd. Ja, super leuk, hè? I love it. Deze zijn non-helium. Ja. Dit lijkt wel tieten. Ja, dat zeiden wij ook al. We zijn de hele dag aan het shooten voor de pyjama's. En Lars en Meese zijn er ook de hele dag. Dus dat is gezellig. En deze hot mess. Mason heeft krulletjes. En Mason heeft kuiltjes, net als Olivia. Ik ben weer thuis. We hebben heel de dag geshoot voor de nieuwe pyjama collectie. En ik ben er echt blij mee. En nu ben ik weer thuis. En Lars en Mason zijn even boodschapjes doen. En pizza halen. Dus gaan ze pizza eten. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dit is de topdag en we hebben meestal nog de week, dus dat is super gezellig. Yes, life of Kylie. Loving it. Woohoo. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ben in de stad, ik heb even een afspraak gehad. En nu loop ik naar Most Wanted. De nieuwe winkel vandaan in Amsterdam. En wij gaan eventjes wat lunchen. En wij moeten ook nog eventjes wat spullen kopen voor de vakantie. En wij gaan met z'n vieren op vakantie. Tenminste wel los van elkaar, maar eigenlijk wel zodanig gepland. Dus ik heb daar heel veel zin in. Oeh. En ik loop nu even naar de winkel en dan gaan we lekker eten. Geen vakantieoutfits, wel snoep. Succesvol verhaal dit. Ga je alleen die rode pakken? Ja. Goed zo, zus. Tell me what you... Godver. Niet mij uitlachen, zus. Dit had ik altijd na het zwembad. Het ging zo 20 cent ergens donder. Dat ik... Oh.
groene ballen zijn zo lekker. Zijn het de kauwgomballen of niet? Weet ik niet. Stop één in je mond dan om te kijken. Ja, dat zei ze. Oh my god. Oh, weet je nog op het vliegveld? Dat jij ook fucking veel van die. En die waren echt binnen 1 seconde waren de smaak weg. Maar dat was wel echt lekker. Na het harde winkelen zitten wij maar even bij George. Even lekker eten. Weer betaal ik het voor je achter. En hoeveel troep hebben we vandaag gekocht? Of hoeveel troep heb jij vandaag gekocht? Ik vind de PC ook echt leuk zo in de avond. Dat is echt mooi. Echt romantisch met mijn zus. Liefje dek met een bitch en een fles. Wat is patse gedrag? Je bief met je pik en je hoe op mijn lip. Ben op patse gedrag. Ik ben weer thuis. Ik ga even de keuken opruimen. En Lars komt zo thuis. En Mason wordt ook zo weer hierin gebracht. Dus dat is gezellig. En we gaan misschien vanavond met Lester en Christy eten. Dus dat is ook leuk. Maar ik ga nu even de keuken doen. De keuken is gedaan. Ik vind het nu tijd voor mijn make-up la. Ik heb nu dit tasje. En hier doe ik al mijn beauty blenders en kwasten in. En dan ga ik alle dagelijks make-up in die doen. En dan moet ik eventjes dit allemaal uitruimen. En dan... daar ook even plek voor vinden, maar op zich zijn deze nu redelijk uitgeruimd, dus kan ik hier wel veel in doen. Ik ben echt sinds ik nu hier woon, dat ik echt mega weinig make-up nog over heb van wat ik eigenlijk altijd in de badkamer had liggen. Dat is op zich wel zo fijn en overzichtelijk. En dit is After. Ik ben heel erg trots op mijn laadje. Ik vind het goed gelukt. Ik doe het lekker hierin. Moet die wel even omgespoeld worden? Ja. Oeh, gezondheid zeg. Dat was een flinke nies. Even je handje voor je mond. Goed zo. Goed zo. Zo doe je dat. Zo. Openmaken. Openmaken. Oh, je zit al bijna op joh. Zo. Nog één. Nog iets meer? Nou, nog één. Is het goed zo? Nee, nog niet. Nog één. Nog één erin? Ja. Oké. Okay. Dat mag. Dat mag. Alsjeblieft. Wat zeg je dan? Oké. Goed zo. Meisje ligt op bed. En Lester en Christy kwamen eten brengen. Ja, tenminste, ze kwamen eigenlijk gewoon voor de gezelligheid. En Lars is nog steeds op de club, dus toen ging ik even eten. En nu gaan we een goocheltruc instuderen voor als Lars thuis komt. Met de goocheldoos. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En Lars en Mason gaan eventjes boodschappen doen. En ik ga eventjes ontbijten. En daarna willen we misschien naar de film. Lars vandaag vrij, dus we kunnen iets leuks doen. Maar het weer is... het is koud, heel mistig. Dus even bedenken wat we gaan doen. Maar ik begin even met een ontbijtje maken. Zo, ik heb eventjes vergeten. Auw. En we gaan nu naar de bioscoop. Dus dat is heel leuk. Omdat het natuurlijk toch niet zo lekker weer is. En dan kan ik lekker op de stoel zitten. En snoep eten. Er zijn sowieso wel dingen die ik ambieer, dus zin in. Ik hou er altijd echt intens van om afspraken te maken met Lars. En dan een uur aan het wachten te zijn. Goede zin. Maar ik word gek. Wij zijn in de bioscoop en we gaan naar... Welke film gaan we? Weet je welke film gaan we? Ja, dat weet ik niet. Welke film gaan we? Goeie vraag, hè? De familie Slim. Familie Slim. Nou, leuk hè? Heb je er zin in? Zijn de kaartjes er al? Wij komen net uit de bioscoop. En hoe lang hebben we daar gezeten? 4 minuten? Nee, absoluut niet. Vier? Een kwartiertje. Een kwartier? Ja, een kwartiertje. Heb ik ruim genomen? Heb ik ruim genomen? Ja. Het was een enge film, tenminste. Volgens mij was het een enge film. Dus toen moesten we helaas vertrekken. Ja, en, hij zat heel rustig, man. Ja. Dus nu gaan we naar huis. Ja, een beetje eng. Ja. Wat was er zo eng dan? Ja, die meneer was wel een beetje eng, hè?
Die vond ik ook eng. Was die meneer eng? Ja. Ja. Oh. Maar je bent nu bij papa, toch? Ja, maar ik ben nu rijden. Gaan we nu rijden? Oké. Okay. Er is weer een keer gekookt in mijn leven. Dus ik ben erg blij met mezelf. Ja. Hoe vond je het eten, schat? Wat ik had gemaakt. Wat als je het een cijfer moest geven? 8. Echt? Een 8. Voor spaghetti. Ja. Maar ik vind spaghetti normaal gesproken echt een beetje saai en flauw. Dat vond ik niet saai. Plus je hebt lekkere mozzarella en tomaten erin. En Paola ging mee eten, dus dat was ook leuk. Ja, amazing. Dat geeft het wat 30 extra punten. Ja. En nu is het tijd voor deze. Dit is een grote Ferrero Rocher, maar ik ben dus benieuwd of dit gewoon een bolletje is met gewoon 2 Ferrero Rochers erin. Of dat dit ook uit chocola bestaat. Dus we gaan het zien. Dit is de bol. Volgens mij is het echt een teleurstelling. Er zitten er gewoon 2 Ferrero Rochers in. Ik dacht echt dat het hele ding uit chocola bestond. Het zit zo goed vast. Oké. Dan heb je dit over. Het voelt ook echt alsof het echt het chocolaatje is. Nee, dat is het zeker niet. Nou, dan moet je hem hier openmaken. Het is wel lekker ASMR dit, zo. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie in slaap praten. Oké, genoeg. We gaan de bol openmaken. ASMR heb je echt al lang niet gedaan, hè? Nou, dat doe ik elke dag als jij er niet bent, schat. Oh, sorry, schat. Oh mijn god. Het is wel zo. Maar ik denk voor als het smelt. Oh mijn god. Dit is nog beter, zeg maar. Als je iets verwacht en je wordt teleurgesteld. En het blijkt toch zo te zijn. Dat is altijd nog beter dan als je iets verwacht en het is zo. Oh mijn god. Dit is echt... Het ruikt zo lekker. Moet je ruiken. Oh mijn god. Dit is echt de beste dag van mijn leven. Wat zit er eigenlijk binnenin? Ik heb sowieso nooit gegeten. Ik heb nog schattig, er zit heel veel liefjes in. Ik ben nog met een Ferrero Rocher op. Ja, dat is te duur voor mij. Waar staat dit nou weer om? Duur chocolade. Ja, oké, maar je bent nu zeg maar 27. Ja, ik heb gewoon gegeten. Je hebt 8 paar fucking lelijke Louboutins, maar Ferrero Rocher. Wil je proeven? Maar van jullie echt een chocolade. Wil je proeven? Ja. Maar wel van die. Ja, maar dit is niet het echte. Oh, dit is gewoon net. Ja, het is wel echt chocolade. Maar het is een hele experience, vind ik, dit chocolaatje. Maar dit chocolaatje smaakt lekker in de buurt. Kom zitten. Ja, volgens mij wordt het ook allemaal in dezelfde fabriek gemaakt. Het is de hele experience. Het alleen al uitpakken. Het is gewoon een soort gebakje, vind ik. Nou. Doe dan. Oh, ik ben echt trots dat dit je eerste is. Gemakje. Toch, het is echt zo'n leuke experience om het uit te pakken. Nou wel, als ik vroeger een Magnum nam, nam ik altijd almond. Dus dan zou ik dit wel heel lekker moeten vinden. Door de midden bijten. Door de midden of helemaal in één keer? Door de midden. En fijn proeven, hè? Gewoon genieten van het moment. Zie je, je hebt nu een stukje met het nootje volgens mij. Oh, je hebt het precies door 2 gesplitst. Wat goed. Heerlijk, hè? Nou, vandaag nog. Eerste reactievideo, 20 jaar later. Ja. Lekker, hè? Ja. Maar ik denk... Ik eet bijna een chocola, maar als ik een keer een chocola zou moeten eten, zou ik denk ik toch eerder het kinderbueno nemen ofzo. Dat mag. Dan heb ik meer Ferrero Rocher.
Nou, lekker. Goed, hè? En vind je ook niet de experience zo leuk? Nee, gezak aan. Oh, stoer, ik ben een man. Goedemorgen, vandaag is het donderdag. Ik ben even aan het klaarmaken en ik ga even naar de Föhnbar om mijn haar te laten föhnen. Zo. Ik moet een beetje opschieten, want ik ben aan de late kant. Ik vind het altijd zo leuk als ik weer schoenen hervind. Zoals deze, sneakers. Echt nog niet aangehad, maar nu ik ze dan weer aan heb, denk ik, ja, leuk. Oké, ik heb net mijn haar laten föhnen. Verder zie ik er echt verschrikkelijk uit. Want er is heeft nog geen make-upje mijn gezicht aangeraakt vandaag. Maar Bibi is vandaag jarig, dus ik ga eventjes naar de Albert Heijn om verjaardagsnacks te halen voor haar. En dan ga ik richting de familie Kleineberg. En gaan we even Bibi een dikke verjaardagsknuffel geven. En ik zou eigenlijk naar Groningen gaan. Want Lars is daar met meest, maar er was een FC Groningen kerstdiner. Dus eigenlijk ben ik wel heel erg blij dat Lars zei, je mag thuis blijven als je wasjes gaat draaien. Ik ben nog nooit zo blij geweest om wasjes te gaan draaien vanavond. Ik heb hier een hele mooie behind the scenes van een Instagram foto van Queen of Jetlags en Kay Sutherland. Met een stroopwafel in hun hand. Bij de lichtgevende boompjes. Kijk ze gaan dan. Noor zit dus in mijn auto. En het alarm gaat af. Wat zeg je? Vaak dat ding is afgegaan. Ja, 3 keer? Nee, echt 6 keer. Echt? Er gaan mensen ook naar me toe, wat een rotgeluid. Ja. Ja, in dat geval zet ik wel even iets. Als jij het vervelend vindt. Ja, oh, sorry, ik had voor de lol aangezet. Bibi is jarig, dit is een liedje voor haar. Ik heb een hele leuke verjaardagskaart voor Bibi. Maar dat mensen nu boos worden op mij. Wat kan ik eraan doen? Ik denk dat ik ga expres mijn concealer op doen. Want dan, anders denken mensen dat ik auto aan het jatten ben. Ik denk ja. Ze is een dief! En ik probeer jou te bellen, precies toen ik nummer M-O-N had ingetikt, viel mijn telefoon. Oh echt? Ik stuur het naar jou. Is dat aan mijn auto die afgaat? Ik kreeg een sms'je van uw auto is gesignaleerd voor diefstal. Today we have like a very special moment with the whole family. It's like, if you need anything, just let me know. So have a beer with you. Everybody. Ik ben heel trots op iedereen die hier aan meegewerkt heeft. Oh, het gaat ook echt niet gebeuren. Oh ja, ik ga mijn vlog ook blijven zitten. Van het idee tot nu, weet je wel, het echt hebben van product. Het is toch leuk als je iets bedenkt en dan uiteindelijk aan het eind van de rit ook daadwerkelijk fysiek iets vast hebt. Dus dat wil ik eventjes, want ik vind het wel een mijlpaal voor ieders business, zowel Monica, Noor, Sanne en eigenlijk iedereen die hier aan mee geholpen heeft. En ik vind het er heel tof uitzien. Dus, ja. Ik vind het site echt prachtig. Ja, ik vind het echt heel mooi. Dus ik wil heel veel extra Sanne ook hier een compliment op geven. Want die is toch echt een freaking genius. Dan? Nu? Dan? Ja. Joehoe! Santé, vrienden. Ja, echt, ja. Cheers. Oké, ik ben weer thuis en ik ga nu de finale van Expeditie Robinson kijken. Ik hoop zo dat Kai wint. Oh my god. Ik heb net de finale gezien. En
vlak voordat ik de finale aanzette. Ik had mezelf zo beloofd, kijk niet op social media, want je gaat zien wie er gewonnen heeft. En vlak voordat ik hem aanzette, zag ik een tweet van RTL 5. Mocht je het nog niet gezien hebben, luister dan nu niet. Carlos heeft Expeditie Robinson gewonnen. En echt, ik klik het weg en ik denk, god, nee, nee, nee. Oké, weet je wat? Het is niet zo. Het kan nog alle kanten op, dacht ik. Het is gewoon niet zo. En dan kijk je die finale. En ja, ik had natuurlijk gewoon een persoonlijke favoriet. En dat was natuurlijk Kaatje. En dan kijk je en dan denk je, ja, nee, weet je. Carlos gaat het nu alleen maar mis hebben. En nu gaat Kaatje winnen. En echt, toch die spanning. Terwijl je gewoon al weet van, dit wordt hem niet. En dan toch denk je, oh mijn god, nee. Toch, het zal toch niet zoendels zijn. Oh, Kaatje heeft net niet gewonnen. Zo jammer, maar echt zo ziek. Dat hij al die dagen op dat eiland heeft gezeten. Het is echt bizar. Echt, echt fucking veel respect voor. En ben echt mega trots op hem. Maar goed, Expeditie is nu voorbij. Ik weet in ieder geval, mijn trui die ik net aan had, die geeft dus heel erg af. Dus al die pluisjes, die zitten hier op het kussen. Maar goed, ik weet dus dat Temptation Island begin volgend jaar weer begint. Dus daar kijk ik nu naar uit. Maar ik vind het heel jammer dat het Expeditie hier voorbij is. Maar echt te ziek. Echt bizar. Ik ga lekker slapen. Het is vandaag vrijdag. En Bibi viert vandaag haar verjaardag in de Corner Bakery voor vriendinnen. En of course hoor ik daarbij. Dus ik heb me even klaargemaakt. Ik heb de hele ochtend opgeruimd hier. Wasjes gedraaid. De hele teringzooi omdat we op vakantie gaan. Dus ik hoop dat ik geen chagrijnige vent heb als die thuis komt. Want daar heeft hij geen reden voor. Ik ga eventjes mijn auto opruimen nu en dan ga ik richting de stad. En ik heb letterlijk gewoon 4 wassen gedraaid deze ochtend. Ik ben echt, ja, helemaal voldaan gewoon. Ik heb vandaag deze trui aan van Zara. Deze leggings van Zara. En mijn Balenciaga's. Let's go! Superleuk bij de corner. Echt zoveel lekker eten. En Lars en ik gaan nu met onze moeders eten. Dus ik zit echt mega vol. Dus op zich is het niet dat ik denk, yes, we gaan weer lekker eten. Ik heb even boodschap gedaan en nu ben ik onderweg naar huis. En het lijkt allemaal zo laat omdat het zo donker is. Maar het is pas 6:15. Oeh. Ik heb zoveel gegeten als ik nu een boer laat dat ik echt alles uitkot. Wij hebben net een etentje gehad met onze moeders. En nu gaan wij lekker slapen. Want Lars moet morgen weer naar Groningen. En ik ga ook later in de middag met meesten naar Groningen. Omdat we s'avonds gaan eten met Lars' zus en zijn vader. Dus dat is leuk. Maar ik ben kapot. Het is inmiddels ook alweer bijna 12:00. Dus ik ga lekker naar bed. En ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen, het is vandaag. Ja. Het is vandaag zaterdag. En ik ben samen met Mason onderweg naar Groningen. Want Lars moest vanochtend trainen. En vanavond gaan we eten met zijn zus en zijn vader.
En Mason die zegt de hele tijd dat hij niet moe is. En dat hij absoluut niet gaat slapen. Maar zijn ogen zijn absoluut ook niet meer open. En we zitten een minuut in de auto. Dit is echt de allerengste kerstelf die ik ooit heb gezien in mijn leven. Godverdamme. Die is nog wel schattig, maar godverdamme. Zo, ik weet niet of je me kunt horen door de wind. Maar ik was met Mees richting Groningen gereden. En Lars' vader was helaas ziek. Dus we hebben alleen met zijn zus en haar man. En Lars' nichtje gegeten. En ja, ik weet echt niet of je me kan horen. En nu ben ik. Oké, ik praat zo wel verder, want ik zeg super kut. Okay, ik heb het idee dat de wind hier al een stuk minder is. Maar ik ben bijna bij het studenthotel. En daar doen we een kerstfeestje met een aantal hele leuke mensen. Dus ik heb er echt heel veel zin in. En ik zie jullie zo weer. En het was super leuk geregeld. Danny had alles geregeld met het studenthotel in de playroom. En ja, dat is zo vet. Ik wil echt een keer nog naar een feestje gaan geven. Lijkt me echt super leuk. Maar het is nu 1 uur. En ik vond het mooi geweest. Dus ik ben lekker thuis weer. Morgen gaan we op vakantie. En we moeten nog alles inpakken. Lars heeft morgen nog een wedstrijd. Het is altijd als je een vakantie boekt. Denk je op die dag ervoor dat je gaat. Had ik het maar een dag later gedaan. Maar goed. Als je dat dan weer doet, was er die dag weer iets. Dus ik ben in ieder geval super blij dat we lekker op vakantie gaan. Ik kan niet wachten. Ik heb er echt zoveel zin in. En morgen wordt het inpakdag. Dus ik ga lekker slapen. Vandaag is het zondag. En ik ben echt super slecht wakker geworden. Dat zie je ook aan mij. Gadver. Ik ga even. Ik moet zoveel doen vandaag. Oh my god. Ik ga even ontbijten. Dan ga ik naar Christy. Even een theetje drinken. Cadeautje brengen. Nog voor de verjaardag. Veel te laat. Verschrikkelijk, kan echt niet. Ik haat dat. Dan moet ik even naar mijn oude appartement in Amsterdam. Spullen halen, koffer inpakken. Ik moet ook mijn haar nog laten wassen. Oh my gosh. Ik ben dus bij Les en Chris. En Lester die mag van zijn werk klavertjes uitgeven op deze website. En hier staan echt dingen. Een koptelefoonpet. We gaan even de leukste dingen... gaan we even uitlichten. Desktop microfoon ook heel de, ja, klein en ja, dit is wel wat voor mij. Telefoon met grote toets. Dit vind ik op zich wel leuk. Ja, dan dat je gewoon zo'n dvd-box koopt, ja. Wereldradio. Dat is ook wel handig. Nee, hey, komt even een kinky dame half naakt de kamer in. Orange is New Black is ook wel echt leuk. Dat heb ik wel gezien. Ook echt, ik zet die camera aan, er komen ineens allemaal nuttige cadeautjes. Power yoga. Ja, zullen we dat gaan doen? Ik jullie niet meer naar Lars kijken? Nee, geen rust. Jawel. Ja, na 45 minuten. Zal dit werken, dat je echt in kan zoomen op je telefoon? Ja, dat vraag me echt van die lensjes werken wel, dat is wel leuk hoor. Ja, is ook echt leuk. Ik heb weer wat spullen gepakt in Amsterdam. En ik ga nu naar Vinkeveen en het is nu 3:15. Ik heb mijn afspraak bij de Veunbar niet meer gehaald. En om 6 uur moeten we, of 7, rond 7 uur moeten we op Schiphol zijn. Ik moet alles nog doen. En Lars ook. En die is nog in Groningen. Top. Oei, ik moet alles nog doen. Lars is nog steeds in Groningen. Ik ga straks echt een partij in huilen uitbarsten van de stress. Dit is de verschrikkelijke status. Echt, oh mijn god. Ik denk dat ik straks neerval. Van ellende en stress. De ravage die begint naar mijn idee steeds iets meer de goede kant op te gaan. Lars is bijna thuis, dat is ook top. Wordt wel over minder dan een uur opgehaald door zijn vader. Want die brengt ze naar Schiphol, super chill. Alleen Lars heeft dus de koffer ook nog niet ingepakt. En ik kan ook niet voor hem inpakken, want ik heb geen idee wat die man allemaal wil. Verder ben ik ook absoluut niet de vrouw... om zich te scheren voordat ze op vakantie gaat. Dus ik ben niet de man om dat te doen. Ik ga een paar kapmessen in mijn koffer stoppen. En dan hak ik die boesboes wel weg in Dubai. En ik ga nu even zen worden. En even
een glas water drinken. Verkeerde kast. Lars was op tijd thuis. En op tijd zijn koffer ingepakt. En we zijn nu op Schiphol. En we gaan even wat eten. En super chill. Want we konden net upgraden. En daar hoopten we heel erg op. En Lars heeft net zijn enkelpijn gedaan. Dus het is heel chill. Want hij kan niet een beetje lopen. Dus dat is het topbegin van de vakantie. Ik heb er... Ja, leuk hè? Heb je er zin in? Ja. Kusje? Het is trouwens kerstavond. Ja, het is toch leuk dat we dan vliegen? En we hebben een love seat in het vliegtuig. Nee, dat hebben we nog niet. Dat moeten we nog regelen. Oh, je moet de eenmanig wegsturen. Ik heb er echt zin in. Nou, wij zitten. Iemand heeft net zijn schoenen uitgetrokken. En dat is voor ons beiden niet zo fijn. Ik ben er niet, hoor. Nee. Moet je denken dat ik het weer ben. Heb jij schoenen niet net uit? Nee. Oh. Was maar zo feest, want dat is mijn eigen lucht en dan kon ik het wel verdragen. Maar goed, wij gaan straks vliegen. En als we landen, dan is het alweer maandag. Dus dan begint een nieuwe vlog. Maar ik zal nog wel even filmen totdat we in het hotel zijn. En dan begin ik dan pas de nieuwe vlog. En Lars die is alvast van de menukaart aan het uitkiezen wat hij neemt. Dus ik ga nu vlog editen, want het is nu maandag. En het is hier 3 uur later, toch? Het is al 3 uur later. Oké. Dus ik ga nu alle beelden van de week vlog editen. En dan ga ik die uploaden. Ik hoop dat het internet hier een beetje snel is, trouwens. En ik begin straks weer met de nieuwe vlog, die volgende week maandag online komt. Dus ik hoop dat jullie de allereerste week vlog leuk vonden. En ik zie jullie sowieso volgende week weer. Maar er komt deze week ook nog een andere video online.